Ja, hallo allemaal, dit is Björn van Oftewel Bliefjes en welkom terug bij Simbril. Het is een tijdje geleden, dames en heren, dat we hier hebben gereden. Dus ik dacht van, nou ja, laten we hier een keer weer naartoe gaan, naar de multiplayer omgeving natuurlijk. Kijken of we daar wat leuke, hoe dat, wat leuke dingen kunnen vinden, zien we zien. Waar zijn de meeste drivers? Laten we deze maar doen. Even kijken, want we zijn natuurlijk gewoon... Voor de, hoe heet dat, gewoon machinist natuurlijk. Kijk, pakt hij dit zo? Volgens mij niet. Dit is gewoon, even kijken, dit is allemaal dit. Ik zou op zich wat anders willen. Even kijken, dat is een trax. Allemaal wel redelijk normaal allemaal. Ik zou op zich wat, even wat leuks willen. Iets van, oeh. Ah, 7 minuten, dat heeft geen zin. Ik ga niet met de trein voor 7 minuten rijden. Dat is wel jammer. 1 uur 22 minuten, dat is iets lang. Maar ik kan hem inkorten natuurlijk. 28 minuten, geef hier. Yes. Ik weet niet waar dit is. Ik weet niet waar we naartoe gaan. Maar ik zag 28 minuten. Ik dacht van, dit is gewoon de perfect ride, toch? Als het goed is. Ik hoop dat ik dat ding een beetje kan begrijpen. Want het is namelijk nog wel een dingetje natuurlijk. Treinen begrijpen. Dus eens even kijken hoe dit ding functioneert. Als we zo meteen natuurlijk met flink wat... Oh. Zo. Yes, oké. Okay. Als het goed is, moet hij het doen. Ja, hartstikke mooi, die doet het. Even kijken, geef bij tractie. Nu wel. Wij mochten hier 100. Zullen we even wat sneller gaan rijden, jongens? Ultra mega turbo, alsjeblieft. We hebben wel een rood sein in de verte, maar goed, dat zei er maar zo, dat is goed. Ha, wat fijn. Wat fijn om weer in een trein te zijn. De afgelopen keer hebben we best wel vaak de bus natuurlijk gespeeld. Dus ik dacht van, weet je, moeten we wel eventjes weer wat anders doen. Ik bedoel, alleen maar hetzelfde spel spelen, dat is natuurlijk ook niet altijd even leuk om te zien. En ik dacht van, laten we even kijken hoe het gaat met Simbril. Ik bedoel, dat hebben we ook een tijdje niet meer gedaan met Simbril gespeeld. Dus ook wel weer... Oh, nou moest ik echt een drukken, maar dat maakt niet heel veel uit. Maar kijk, dat is toch een leuk treintje waarmee aan het rijden zijn, of niet soms? Zo was het zeker leuk om hier mee te rijden. Oh. Ik zie dat Next Stop een beetje in de buurt komt. Waarom redt het niet zo langzaam? Oh, moest hij op channel 5? Ik weet niet waar dat moest. Wacht even hoor. Dit is te vroeg volgens mij, of niet? Ja, dit is net te vroeg. Ik heb nog een stukje de opening. Wanneer mogen we stoppen? Oh, wauw, dat is... dat is echt wel heel erg op tijd, inderdaad. Nou, ik heb in ieder geval de deur aan de goede kant geopend. Oh my god, dit ziet er toch donders mooi uit, of niet soms? Dit... Ik weet niet waarom, maar voor mij is dit de screenshot, hè? Ja, dit is de screenshot. Oh my god, jongens. Dit is toch nice? Yes, dit is van F12 je water, hoor. Even een screenshot, die wil. Oh, wat een mooi ding. Oh, chips mogen weg. Wat is het ook alweer? Oh, dacht ik. Ja. Oh, dit klinkt geweldig. Kudeng! En we gaan weg. Yup. Meteen vol tractie. Meteen vol tractie, uiteraard. Next stop. 3 kilometer weg. Oh, wrong radio. 5. Zo. Anders blijven we natuurlijk foutmeldingen krijgen. Laten we dat maar niet doen. Oké, dus wel een beetje... Oké, we remmen best wel snel. Deze trein die remt best wel snel, eerlijk gezegd. Dus dat gaat op zich wel goed. Maar even gaan kijken. Oh ja, de snelheidsmeter is daar aan de rechterkant. Nou, oké, dat gaat hem wel goed eigenlijk. Maar dit rijdt wel lekker. Mooi treintje wel, hoor. Mooi treintje wel. Ook weer heel veel knopjes wel. Compressor overload relay, yes. Cap lighting. Oh, daar was mijn voet. Oh, we kunnen een goederentrein voorbij. Yeah, boy, laten we dat doen. Hoe lang blijft het een tractie geven? Oh my god, zeg. Best wel lang.
Het zou toch mooi zijn als dit er daadwerkelijk een speler was, of niet soms? Oh. Nou, wat kun je hiermee? Is dit al te snel gaan naar 100 of valt het meer? Oh, dat valt wel meer. Oh, nice! Even updaten een print screen. Hallo! Wat leuk. Ja, als jullie wat horen squeaken af en toe, dat zijn mijn... Oh! Zo. Stop met remmen. Is goed zo. Beetje tractie nog wel. Ja, ik denk dat zou heel goed te spelen kunnen zijn als je zo vrolijk wordt teruggetifoneerd wel. Oh, die geluiden van die remmen, jongen. Net een mat 64 dit. Dat klinkt wel lekker hoor. 30 hier, ja. Tikken, 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 tikken. Oh, daar heb ik wel getikt van. Ja, dus een rammetje speed violation. Ik ben al lang afgeremd, joh. Tikken, 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 tikken. Oh my god, zeg. Zo! Oh. Oeps. Sorry! Wat zien we nou zo aan het tikken dan? Oh, thank god, oké. Ik dacht al, dit houdt nooit op. Even kijken. Even kijken. End signal left, end signal right. Cabin heating, yes! I need that. Close main switch, unlock overlay relay, oké. Train heating, yes, alles. Compressor, ja. Als je toch wat druk uitoefenen. Cabin activator, radio power switch. Raise back pantograph, front pantograph, lower front pantograph. Light dimming, disable passenger compartment lighting. Passenger compartment lighting, ja, dat is wel handig inderdaad. Beetje lullig hè, als ze zonder licht zitten en zo. Yes! Converter, bla bla bla. Signal alert dimming. Headlamp rate dimming. Oké, leuk. Nou, dimmen jongens. Ja, die mogen dicht inderdaad, absoluut. Wat is dit? Warning signal. Oh, dit is leuk dat je die knopjes hebt. Kijk dan. Ah, dan gaat de rechterkant dicht. Oh yes. Ik ben enthousiast. 2 minuten delay. Oh my god. Kudding! Ja, en we gaan. Full power, please. Oh, nee, niet full power. What the fuck? Nee, doen we niet full power, please. Dat is niet the way to go en zo. Even kijken, hoor. Even de internetbrowser ervoor halen. Even kijken. Rail sim map. Even kijken. Ik ben in Engels 01 ben ik. Engels 01. Even zien, wat is mijn treinnummer? De 24945. Hier ben ik. Nou, waarom rijden we nog niet? Eens even kijken. Waar ben ik? Oh, daar. Er komt nog wel iets mijn kant op, maar ben ik daar nu op aan het wachten? Ja, er komt nog wel iets mee. Ja, ligt aan welke kant ik op. Ik neem aan. Ja, weet ik niet zeker trouwens. Het kan zijn dat er iets mee een klein beetje in de weg zit. Kan zijn, weet ik niet zeker. Want ik zie daar wel iets over mijn spoor gaan. Zie je dat? Is een tegentrein. Nou ja, dan weet ik wel zeker dat ik delay kan krijgen. Door die tegentrein. Het is wel een speler. Het is, oh, chips. Dat moet op 1600, oké. Wie is dit? Technobear. Oké.
Die beste speler heet Technobeer. Nou, prima. Ik wou net zeggen, full speed ahead. Wacht, rood zijn. Rem. Nou, ik hoop dan wel dat ik zo meteen dan groen zijn kan krijgen en zo. Anders wordt het hier even een wachtsessie houden met z'n tweeën. Of nee, met z'n tweeën. Ligt aan met hoeveel jullie aan het kijken zijn natuurlijk. Yes! Oké. Nou, flink turbo erop, want we zijn al een beetje aan de late kant. Dus kijken of we de vertraging een beetje uit kunnen rijden. En nogmaals, het squeak dat... Nou ja, ik weet niet of jullie het kunnen horen, maar dat zijn... ik kom net van buiten en mijn schoenen zijn een beetje ondergesneeuwd. Dus ja, dat kan gebeuren toch. Zo, hier mag je nog 70. Ik heb wel een klein beetje onthouden. Gaat dat voor mij? Oh ja, entrance to track number 2. Nou, we hebben in ieder geval clearance, dus dat is fijn. Maar ons volgende station is pas over 4 kilometer, dus dat duurt nog wel even. Waarom gaan we nu gewoon harder? Ik geef niet eens tractie meer. Een beetje remmen dan maar. Zo. Waarschijnlijk gaan we de heuvel een klein beetje af, daarom dat we een heel minimaal aan het accelereren zijn. Hoe klinkt dat van de buitenkant eigenlijk? Een beetje hetzelfde wel. Ja, oké, ik zag dat dat ding in beeld kwam, dus ik moest snel even op mijn gas, op mijn... pedaaltje trappen. Oh ja, ik zie trouwens ook dat we na het station, even kijken, niet dit station, maar het station daarna, moeten we overschakelen van radiofrequentie, zo te zien. Maar ik bedoel, hoe cool is dit treintje? Dit is toch een donders vet treintje, of niet soms? Ik vind het echt geweldig. Ik vind het wel wat hebben. Maar ik neem aan dat we dan... Moeten we de radio pas pas switchen op het moment dat wij dan like in Sosnowiec zijn ofzo? Of hoe zit dat? Dat is wel een beetje een vraag die ik heb eigenlijk. Oh, we hebben geel. Kan geen probleem zijn als het volgende zijn maar buiten het... Oh, wat? Rim, because we driving veel te snel. Stop met remmen. Anders krijg je weer dit gezeur. Oké, spoortje nummer 2 is voor ons beschikbaar. Al duurt het nog wel even voordat we er zijn, volgens mij. Nog een halve kilometer moeten we met dit tempo. Lachen wel, maar... Oh yeah, boy! Even natuurlijk op de... Oh my god, kijk eens. Je kunt op zoveel plekken zitten! Het is niet normaal! Nou ja. Squeak! Ook hier mag je gewoon nog lekker 40 rijden, top man. Goed, hier geldt dus radiofrequentie 5 nog. Oh, hij remt wel lekker.
Waarom heb ik die trein weer getikt gemaakt? Opening doors on the wrong side. Again? Oh. Oh ja, waarschijnlijk heb ik dus de T-knop heb ik dan voor de rechterkant in gebruik. En de Y-knop voor de linkerkant. Oké, waarschijnlijk omdat je normaal gesproken altijd toch aan de linkerkant... Ik word getikt van dit geluid. Volgens mij heeft het ook wel iets met de remmen te maken. Dus ik heb het zo het idee dat dat met de remmen iets te maken heeft. Het is nu ook trouwens weer weg. Nou, anyway. Kunnen we dit mooie kennetje gebruiken. We mogen wel doorrijden, maar met 40 km per uur max. Oké. Kudding! We gaan verder. Oh, speedlimit is straks zelfs nog 30. Ja, zou ik verder gaan houden? Ik denk wel netjes om gewoon 30 aan te houden, toch? Even de toepak bevestigen. Oh nee, dit is geen toepak, hè. Dan mag je hier 30 en vlak daarna mag je weer 60. Dat vind ik wel mooi. Dat vind ik geweldig. Wat nog mooier is... 20! Dat is niet mooi. Just to be sure. Wel, dit is een rampzalige snelheid. Oh, de volgende is een drive-thru. Oké, daar hou ik ervan. Ja, wil je ook graag 20 km per uur rijden? Kom dan lekker in Polen, want daar mag je 20 km... Oh. Hier is dus die radiowissel, schijnbaar. Let's go. Mag zo meteen alsjeblieft 40 rijden, doe maar lol. Ik probeer het wel een beetje op het randje van 20 te rijden, maar ik vind het echt verschrikkelijk. Laat ze meteen alsjeblieft 40 worden, dan kan ik in ieder geval ietsje beetje sneller rijden. Ik bedoel, wat er dan voor zin om met 20 km per uur op het hoofdnet in te gaan lopen voegen. Ik snap dat het een scherp bochtje was ofzo, maar... You can also overdrive, of course. Oh ja, heb ik nog een spanningssluis ook nog. Aha. Goh, hoe vinden jullie het dan met de spanningssluis met 20 km per uur... te rijden? Ja, goed idee wel. Wie verzint deze? Ja, ik zou toch echt moeten doorrijden. Of was het ook einde van spanningssluis of niet, dacht ik. Of ik haal weer dingen door elkaar, dat doe ik ook wel vaker. Maar ik moet rijden, anders hou ik iedereen achter mij straks. Een beetje met vertraging in en zo. Voor mij hou ik de borden door elkaar. Volgens mij was het al einde spanningssluis, dacht ik. Maar als een spanningssluis begint, is zo'n, ja, ik noem het een poppetje, twee stipjes en een streepje eronder, dacht ik. Nou ja, skeur met die handel.
Kijk bij het Schipstrand. Maar dit treintje is wel oprecht heel erg leuk om mee te rijden. Ik heb hier wel plezier aan. Niet zo'n hele moeilijke trein. Niks technisch aan. Nee, gewoon lekker hoppatee. Dit is wel een spanningsluis. En nu is hij weg. Ja. Oké, dat was het einde spanningsluis. Ik heb het een beetje door elkaar gehaald, denk ik. Maar ik vind die remgeluiden wel uber vet. Net zo'n Mach 64 remgeluiden, zeg maar. Love it. De rem is ook niet heel erg lastig om te handelen, om maar zo te zeggen. Nu aan deze kant. Yes. Even de deuren nu aan de goede kant open doen, hè? Dat lijkt me wel zo makkelijk om te doen. Oh, yeah boy. Ik vind, waar ik ook van hou, zijn de graphics in deze game. Daar hou ik echt van. Oh, mocht soms weer weg, joh. Wat ik dan mooiste vind van alles, als je wegrijdt, gewoon dat geluid. Zapkowitz to 42128. Expect 40 kilometers per hour as you enter my station. And you have a clear route to Lars Nielsen. Have a good trip. What the hell? Dat bedoelde ik niet met dat geluid. Ja. Heel bijzonder was dat, maar dat bedoelde... Oké. Maar ik hoor niet 4-5. Well done. Ah, Shaun the Sheep. Oké, never mind then. Wat is dit eigenlijk voor een ding? Disable. Nou, sure, whatever. Zo. Straks even een beetje bremsen. You are approaching the station. Oh my god, you are so smart. Ah, een treintje met twee wagons achter. Love to see it. Ik had verwacht dat ik iets, dat ik al zou zijn om te kunnen stoppen. Toch niet. Zo. Heel goed, hè, van mij. Gewoon de deurtjes aan de juiste kant geopend. Oh my god. Deze trein is zo vet. Deze trein is zo vet. Oh my god. Deze trein is gewoon goed gelukt. That's it. Meer hoef ik niet over te zeggen, toch? Let's go. Next stop, Katowice. Oh, ik moet trouwens wel even mijn snuit in de gaten houden in verband met een geel seintje hier.
volgende is ook rood. Nou ja, laten we even rustig aan doen dan. Oh nee, hij is 40 km per uur gewoon, oké. Turbo, turbo! Vraag niet te veel van die trein, Bjorn. Boeien. Geef mij turbo. Ik wil aanmachen met dat ding. Zo. Gewoon even laten coasten nu. Ja, dat ze hier niet zo van A te B in hebben zitten. Dat had je wat meer gekund, denk ik, maar goed. Ze zijn bezig met ETCS wel, dus dat is wel leuk. Dan kun je wat meer informatie inzien in dat soort dingen van de treinen. Maar dan moet je denk ik wel de goede trein hebben. Ik denk niet dat deze trein ook maar iets van ETCS aan boord zou hebben. Zo. Een beetje tractie mag wel. Ook nou serieus iets van een kilometer rijden met dit tempo? Ik hoop het niet. Oh wel, het zou me niet verbazen als je bij een soort van eindstation komt natuurlijk, dat je dat dan wel moet. Het lijkt erop dat de eerste gear tot maximaal 40 gaat zoals het nu is. Dat vind ik wel lekker op zich. Oh, never mind. Oh, dit is wel een, hoe dat? In dit seinhuisje zit wel een echte speler. Nou ja, maakt niet uit op zich. Zo. Nou, you can stop now. Geweldig. Zullen we hem even doen dan? Laten we even lekker gaan stoppen. Even rustig stoppen. Zo. Deur aan de rechterkant open nu. En dat is even de vraag. Voor mij moet je altijd nog wel iets verder rijden dan dit station, dacht ik. En dat hij dan in één keer zegt van... Einde scenario of zo, maar dat zie ik dan wel. Zo. Deuren weer dicht. Kunnen we mooi die knal een keertje horen? Let's go! Ik vraag me af, zullen deze trein nog echt momenteel rijden in Polen? Ik bedoel... Oh my god. Nope.
Wat ik wel echt graag nog gewild is dat we iets meer een soort van passenger view hebben. Voor mij is er niet een echte passenger view in de trein. Dus dat je echt op zo'n bankje kan zitten. Het zijn meer gewoon van die camera's die de bovenkant van de wagon, zeg maar, laten zien. Snap je wat ik bedoel? Dus ik had het wel mooier gevonden als je echt een soort van passenger view had. Snap je wat ik bedoel? Oh, wat? Regen? Wipers? Washer? Klik. Ah, lovely. Geen rare glitches meer. Yes, the washer! It is here! Watch the closed train simulator. That's how you do it. God. Nee, het sneeuwt trouwens. Het is geen regen, het is sneeuw. Oh my god, ik was net te laat voor de printscreen. Nou, never mind. Goed, dames en heren. Mocht je dit leuk vinden of leuk hebben gevonden, doe dan even dat blauwe duimpje omhoog. Als het even zo'n leuke comment voor de volgende keer. En als je graag meer van mijn aflevering wil zien, kun je uiteraard abonneren op het kanaal. Voor nogmaals, heel erg bedankt voor het kijken. En uiteraard tot de volgende episode. Tot ziens. Dag.